Mijn naam is Nienke Hendricks. Ik help zorgteams die de uitkomsten in beeld willen krijgen, hun hele zorgpad willen verbeteren. Uitkomstgerichte zorg is wat mij betreft dat je de uitkomsten die je dus bereikt met de medische zorg, dat je die inzichtelijk krijgt in cijfer en getal. Wat je daarmee kunt is dat je het kunt vergelijken, dat je die getallen ook kunt gebruiken om erop te gaan verbeteren, dat je er conclusies uit kunt trekken als zorggroep, hè, als zorgteam. En wat kun je dan nu doen voor actie? Ik denk dat iedere zorgverlener er sowieso mee bezig is om het beste te doen voor de patiënt. En daar gaat uitkomstgerichte zorg niet meteen iets in veranderen. Want dat deden ze al. Maar die uitkomstgerichte zorg die voegt eraan toe dat je straks over die patiëntenpopulatie wat meer kunt zeggen. En dat je een rijkere set hebt aan informatie waar je uit kunt putten en die je weer kunt gebruiken in dat gesprek met die patiënt. En daarmee uiteindelijk natuurlijk ook weer de uitkomsten voor alle patiënten toch ook weer wat verbeterd. Zullen we heel even terug naar deze nog? Of het nou genoeg is wat jullie aan het doen zijn? Ik denk dat een ziekenhuis eerst een ambitie moet hebben op dit gebied. En het liefst ligt er ook al wel een plan of zijn er mensen voor aangewezen. En dan komen er wat concretere vragen. En die zijn goed om aan de coaches van het programma Uitkomstgerichte Zorg te stellen. Uiteindelijk wil je natuurlijk kijken of je op die uitkomsten, dus dat zijn al die waarden, of daar ook wat op te verbeteren is. En voor de patiënten is het belangrijk dat je de regie ook meer mogelijk maakt. De regie over het beslissen van wat gebeurt er allemaal, welke keuzes heb ik dan en waar moet ik dan aan denken wat dat dan voor gevolgen heeft. Over de PROMS. Ik zou het nog even met Willem checken, want volgens mij vindt hij het wel oké om het vanaf nu bij alle nieuwe patiënten te gaan doen. Want dat zijn er toch ook... Nee, en het idee is ook dat dat de nieuwe standaard wordt. Waarom is dat eigenlijk nog niet zo, hè? In de zorg? Vraag je je af. Want we weten toch al heel veel over hoe het gaat met onze patiënten. Nou, dat is waar. Maar die data is niet altijd voorhanden. En dat komt doordat dat ergens in die elektronische patiëntendossiers verborgen zit. Doordat er heel veel gewerkt wordt met vrije teksten. Het gaat vooral vaak om die één-op-één relatie tussen de arts en de patiënt. Maar die data dan ook echt vergelijkbaar beschikbaar maken, dat is echt weer een ding waar ze tot nu toe nog niet mee bezig waren. Ik kan me goed voorstellen dat ziekenhuizen zich afvragen, waar begin ik nou? Hè? Kan ik nou het beste beginnen bij het meten van die uitkomsten of bij het formuleren van verbeterpunten? Of moeten we dit in één keer in het hele ziekenhuis gaan doen? Of beginnen met één of twee teams? Dat soort vragen kan ik me heel goed voorstellen. Daphne, wij zouden nog even kijken naar dat kwaliteitsdashboard voor zo'n zorgpad. Ja, ik zat er net nog even naar te kijken. Ik ben hier nu 2 jaar mee bezig, gezien wat wel werkt en wat niet werkt. Dus ik kan van daaruit natuurlijk ervaringen delen. En mijn eigen persoonlijke kracht zit hem denk ik in het ondersteunen van een team. Dus hoe zorg je nou dat zo'n team er ook echt mee aan de slag gaat en wil? Ja.